Welkom allemaal bij Beauty Journaal. Mijn naam is Elke Willeme, MAC Senior Artist. En vandaag gaan we Monique Lindeboom weer helemaal mooi maken. We gaan vandaag werken met de trends. En de trends deze zomer is optimistisch, is positief, kleurtjes. Dus we gaan het vrolijk maken. We gaan starten met een basis aan te brengen op de oogleden, zodat de oogschaduw goed blijft zitten. En dat doe ik nu met de 212 Make-up Kwast. En ook hier een heel dun laagje gebruiken. Aan de andere kant hetzelfde. Dus dare to color. Hè. We gaan terug kleur mogen gebruiken. Dus ook met een lichte hand werken met uw kwasten. Nou. Ik heb leuke kleurtjes uitgekozen voor jou. De plumage. Dat is eigenlijk de donkerste kleur om net weer wat diepte te brengen. De aquadisiac gaat juist het vrolijke en het frisse geven. En dan de winkel is ook een matte. En dat is eigenlijk een hemelsblauwe. Ik ga beginnen met de aquadisiac. Onze 239 kwast. Ik hou veel product op mijn penseel, dus langs één kant eigenlijk. Dan gaan we op het ooglid zetten. Dus als je echt gaat dippen met je kwast, ga je meer kleur aanzetten dan dat je een strijkbeweging gaat maken. Dus zo kan je dan eigenlijk mooi gaan blenden. Dus je ziet, nu maak ik een strijkbeweging, wordt het transparanter. En we houden het iets intenser aan de wimperrand. Dan aan de andere kant. Dus je mag het een klein beetje in de arcadeboog zetten, zodat we een beetje een zachte overgang krijgen. Maar de intensiteit zit eigenlijk op het ooglid. Met een iets compactere kwast, dus 214, ga ik dan onder het oog het lichtblauwe aanzetten. En dus ik zet die echt tegen de wimperrand. En ook altijd opletten hoe je kwast gebruikt. De angle dat je het zet. Dus zo ga je echt een lijn creëren. En zo ga je al op zich een zachte overgang naar onder toe maken. Eigenlijk van intens naar zacht uitloopt. En dat het niet te hard wordt. We willen het fris houden en stralend. Een ooglift gaan we doen met een donkere kleur. En dan ook een iets mattere kleur. Gaan we terug een compact penseel nemen. En dan de ooghoekjes aanzetten. Dus met de 219, die gaan we dan juist aan de buitenste wimperrand werken. Dan is de buitenste ooghoek iets breder staan. En dan naar binnen toe vervagen. Dus hier blijft het fijner. En hier mag het iets voller staan. Ook met je kwast goed werken. Om mooi te laten overblenden in aquadisiac. Gaan we nog subtiel iets meer liften. En dan gaan we de arcadeboog ook subtiel aanzetten. Dus om iets subtiel aan te brengen, gaan we een meer fluffy kwast gebruiken. Dus een iets zachtere. Dus de 219 is een heel fijne blending kwast. Kan je heel fijn werken en ga je onmiddellijk al een zachte overgang maken. En dat doen we ook met die donkerdere kleur. En ik meng die eigenlijk samen. Dus ik meng die twee kleuren op mijn kwast. Om dan een subtiele overgang te hebben. Eens even kijken. Dat is heel mooi. Dat is eigenlijk bijna dezelfde kleur als uw ogen. Dus we gaan er nog een beetje zonlicht aan toevoegen. En deze noemt dan ook nog Sunny Spot. En dan gaan we ook met de 219, dus die fijne kwast, gaan we een klein subtiel accentje aanbrengen. Op het aquadisiac gaat dat nog net iets groener worden. Dus een heel mooie lente-zomer make-up. En dan gaan we nog juist mascara aanbrengen, want mascara is ook helemaal in. Dus deze Extended Playlash heeft een heel klein, een fijn borsteltje. Ja. Dus dan kan je alle kleine haartjes kan je bereiken. Dus elk wimpertje wordt aangezet en hij droogt vrij snel. Okay. En hij is ook lichtgewicht, dus het is geen zware textuur. Dus als je eerst de wimpers krult en je gaat dan mascara aanbrengen, gaat dit ervoor zorgen dat de wimpers niet naar beneden vallen. Maar je gebruikt dit ook echt voor de kleine haartjes, voor de onderkant bijvoorbeeld? Ja, voor de onderkant is dat ook perfect. Ja. Ook als je heel korte wimpers hebt, is deze ook perfect. Okay. Je kan hem ook heel goed opbouwen. Dus dat je echt van een heel subtiele, net aangezet je wimpers, kan je het heel zwaar ook aanzetten. Okay. Dus echt, tegenwoordig gaan we echt de wimpers stylen. Hè. Net Let's zoals go for mascara. Ja. Maar je kan best altijd eerst even bovenaan aanzetten en dan van onderuit. Dan ben je zeker dat de oogschaduw niet je wimpers heeft gekleurd.
Dus één laagje van deze mascara geeft een heel subtiel effect. Gewoon uw wimpers kleuren. Maar je bereikt wel elk klein wimpertje. Dan gaan we nog iets meer volume bijgeven met de Mineralize mascara. En wat we natuurlijk niet mogen vergeten zijn de wenkbrauwen. Dus ik ga met het potloodje flink haartjes bijtekenen. Om ze zo toch natuurlijk. Dus we gaan ook kijken waar we ze willen aanzetten. Dus hier hebben we iets transparanter. En dan gaan we daar juist nog enkele haartjes bijtekenen. Eventueel met een afgeschuind kwastje kan je daar nog een beetje verzachten. Dus de wenkbrauwen die omkaderen eigenlijk het oog ook helemaal en maakt de look echt af. We gaan de lippen doen en Elke heeft een hele mooie kleur uitgekozen. Een hele tricky kleur, dit lila. Ja. Heel erg retro, late 70s, moet je echt staan. En dit is een hele softe skin tone. Ja, die nu ook enorm vaak gebruikt wordt. Het zijn heel veel nudes, maar inderdaad de skin tone. En we gaan echt meer dimensie eigenlijk creëren met verschillende lipsticks bij elkaar te gebruiken. Goed. I'm in for it. Maar we gaan eerst beginnen met een lippotlood. Om een mooie contour te maken, maar ook zodat de lipstick nog langer blijft zitten. Want lijnen is hot, hè? Op dit moment. Ja, hè? Inderdaad. We moeten lijnen. Ja, en deze is sour. Dus ook een lipkleur. Dus eigenlijk ook geen die perfect bij heel veel lippen past. Zo'n allrounder. Dus ik ga beginnen met het cupidoboogje aan te zetten. En van de mondhoeken naar binnen toe. En dan gaan we het lippotlood naar binnen toe vervagen. Dus we kleuren eigenlijk de volledige lip. Ik laat het echt het center transparant, dus daar zit eigenlijk bijna geen product op. En dan krijgen we nog meer dimensie in de lip. Dus gaan uw lippen ook weer voller lijken. En naar binnen toe wordt hij dan vervaagd en wordt hij iets zachter. En dan gaan we daarover de lipstick aanbrengen. Dus dit is lipstick faux. Ook een kleur die enorm veel aangevraagd wordt nu. En ik ga dat aanbrengen met een fijn kwastje en ik gebruik daar heel graag de 231 voor, die juist de cupidoboogvorm heeft. Dan kan je die heel mooi aanzetten, zie je. Het is een satin lipstick, dus hij heeft best wel wat pigmentatie, dus de kleur what you see is what you get. En dan als finishing touch gaan we lipstick aanbrengen, dus de lila, en die heet Notice Me. Dus waar ik er straks het lippotlood niet heb aangebracht, daar ga ik deze kleur aanzetten. Dat geeft ook iets meer glans dan de faux, dus dan de vorige lipstick. En dan krijg je ook weer dat extra volume aan je lippen. Oh ja. Wauw, mooie kleuren. Zo zie je maar. Hè? Het ziet er tricky uit. Inderdaad. Maar het is heel aanbrengt. Mooi. Ja, soms is het gewoon even durven uitproberen. Ja. Ik vind het hartstikke leuk. Het is heel fris, het is heel kleurrijk. Ik hou daar ook heel erg van. Ik vind het heel leuk dat Elke me geïnspireerd heeft om te laten zien van hoe werk je dan met die kleurtjes. Ik ben per slot van rekening geen 15 meer. Maar het ziet er heerlijk uit en ik hoop dat jullie ook geïnspireerd raken allemaal. Oké, bye bye. Ciao. Bye.